naam vond ik eigenlijk helemaal nooit wat. Hightower. Super Size Samurai. Sammy Schild was eigenlijk al mijn bijnaam. Want normaal mensen die mij kennen, die noemen me gewoon Sam. Even schoen uit. Het entreegedeelte. Bali. Daar zie je foto aan de muur. Dat is het laatste gevecht wat ik gehouden heb voor Glory. Dit is ook de laatste trap die ik maak in de ring. Dus dat is wel een speciale foto voor mij. Ik woon nu hier in Zuid-Laren. Eigenlijk vanaf dat ik begon met karate, toen dacht ik van ja, het is eigenlijk heel mooi om eigenlijk dadelijk als ik stop met wedstrijden, om daar echt mijn baan van te maken om zelf een sportschool te gaan beginnen. Dus dat is eigenlijk al best wel vrij vroeg in mijn carrière, eigenlijk voor het hele bekende werk van het kickboksen en het MMA. Hier staan we in de dojo. Hier wordt dus karate, judo en kickboksen gegeven. Hier zit ik midden in het dorp. En op het moment dat je op een industrietrein zit, ja, dan ben je toch een heel stuk minder toegankelijk voor jeugd. Je bevestigt eigenlijk ook weer een beetje die vooroordelen dat we achteruit geschoven moeten zitten als vechtsportclub. Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon laten zien wat we zijn, wie we zijn, wat we doen. Gewoon heel transparant, zodat iedereen eigenlijk kennis kan maken met vechtsport. Dus ik denk dat ze mij gewoon een lastige vechter vonden. Ik was niet ongeslagen, maar ik heb geloof ik 6 partijen verloren, waarvan 3 tegen Peter Aerts. Dus je kan wel zeggen dat Peter Aerts was wel een rivaal. Ik heb ook tegen Bob Schrijver gevocht. Die had wel een andere reputatie als ik. Bob was wel een vuile vechter. Het was hij trok alle registers open. En dat deed hij dus ook tijdens de wedstrijd. En na de wedstrijd, kwam hij de kleedkamer bij ons binnen. En toen was het, mooi pot gedaan, hè, dit en dat. En toen dacht ik van ja, weet je, dat maakt eigenlijk alles weer goed. Uiteindelijk ben ik in begin 2013 ben ik gestopt. Ik was voor de 5e keer was ik wereldkampioen. Ik had een Glory toernooi gewonnen. Er waren 4 wedstrijden op een avond. Ik zie niet snel gebeuren dat een grote organisatie zoals die opstaat en een toernooi organiseert waarbij 16 topvechters in de finale staan. Dus ik heb gewoon gedacht van dit is het. En ik ga nu lekker bezig met het zorgen dat andere mensen kunnen genieten van de sport.